Jongens, Raskirin maakt bij weer een nieuwe facecam video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Ik wil vandaag gewoon weer eventjes mijn gezicht laten zien, want het was ongeveer 4 of 5 maanden geleden dat ik voor de laatste keer mijn facecam eigenlijk in mijn video had verwerkt. Nu staat er geen gameplay of zo op de achtergrond, omdat ik vandaag eventjes een updateje wil geven. Ik wil een bedankje aan jullie geven en ik ga nog iets weggeven in het commentaar van vandaag. Dus je moet eventjes de hele video bekijken, mocht je nou gewoon kans willen maken op de giveaway. Het is alleen voor de PlayStation 3 mensen, want we hebben al een keertje PC mensen gehad, we hebben al een keertje Xbox mensen gehad. En nu waren het dus weer de PlayStation 3 mensen aan de beurt. Maar ik wil vandaag eerst eventjes gaan zeggen dat ik natuurlijk deze week tentamenweek had. Ik ben net thuis gekomen, het is nu op dit moment 13:44, dus ik heb net eventjes gewoon thuis wat gegeten. Ik heb mijn kamer opgeruimd, maar ik ben nu gewoon klaar met school. Ik heb op dit moment vakantie gewoon een weekje lang. En ik weet ook dat heel veel van jullie nu gewoon eigenlijk al klaar zijn met de vakantie. Je hebt nu nog 2 dagen vakantie, zaterdag en zondag. En dan zit de vakantie er alweer op. Maar ik heb op dit moment vakantie, want ik woon in Noord-Holland. En die regelingen die gaan allemaal echt gewoon bullshit. Maar ik ga dus deze week gewoon weer heel veel uploaden. Ik ga geen live commentaires meer uploaden, want ik heb de vorige week eigenlijk alleen maar live commentaires geüpload. Alleen de subbox van YouTube faalde weer echt gewoon keihard. Dus mocht je die live commentaires nou nog niet hadden gezien, ze waren van Call of Duty 4, Modern Warfare 2 en Black Ops 1. Maar mocht je daar nog niet hebben gezien, zal ik ze allemaal eventjes linken in de beschrijving. Er staat gewoon de titel bij, het spel erbij en dan de link erachter. Dus je kan ze allemaal gewoon eventjes op je gemak nog nakijken, mocht je er tijd voor hebben en mocht je er zin in hebben. Maar ik wil vandaag eerst eventjes een klein update gaan geven, want op dit moment upload ik eigenlijk op mijn kanaal alleen maar Call of Duty. Ik upload 1, 2 of 3 Call of Duty filmpjes per dag. Het kunnen live commentaires zijn, het kunnen gewoon normale complays zijn, het kunnen ook gewoon livestreams zijn op bijvoorbeeld Twitch.tv. Maar ik ben van plan wat meer soorten games te gaan uploaden, dus daarom ook even deze facecam video. Als jullie het gewoon leuk vinden om mijn gezicht te zien in mijn commentaires, dus bij live commentaires, bij andere soorten commentaires, laat het dan even weten in de comments, want dan kan ik er dus rekening mee houden dat als ik bijvoorbeeld een live commentaar doe op de PlayStation die hier naast me staat, dat ik ook gewoon de facecam erbij doe en dat het gewoon mijn gezicht ergens zo, even kijken, daar in dat hoekje staat zo. Dus je ziet de gameplay hier. En dan staat mijn facecam hier. En dat is denk ik wel wat leuker om naar te kijken. En laat me dat dus even weten in de comments. En ik ben van plan ook wat meer soorten spellen te gaan uploaden. Dus niet meer alleen maar Call of Duty, maar bijvoorbeeld ook Dead Space 3 of bijvoorbeeld ook DC, wat ik al een keertje heb gedaan. Ik ben van plan gewoon veel meer spellen te gaan uploaden op mijn kanaal. Want alleen maar Call of Duty, dat is natuurlijk ook een beetje saai. Als je 2 of 3 Call of Duty filmpjes van mij kijkt, dan denk je ook van, ah, ik heb het gehad met Call of Duty. Unsubscribe, ik ga weg van zijn kanaal, want ik heb er helemaal geen zin meer in de kut Call of Duty. Dus daarom ben ik van plan wat meer games te gaan uploaden. Laat even weten of je dat wil zien en of je dat wil zien met de facecam video erbij. Dus typ gewoon eventjes een reactie op dit moment. Ik wacht even 10 seconden en dan begin ik weer door met praten. Dus 10, 9, typ je comment. 7, wat komt er nou? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké, dit was wel genoeg tijd. Als je heel snel kan typen, dan heb je het waarschijnlijk nu al getypt. Maar daarna wil ik nog eventjes een bedankt videootje gaan geven. Want ik heb op dit moment, dan ga ik heel snel mijn Google Chrome openen. Want dan kan ik precies zeggen hoeveel subscribers ik heb. Even snel, YouTube, Jurassic Gaming, mijn kanaal. Hoeveel subscribers heb ik op dit moment? Ik heb op dit moment 6670 subscribers. En daarvoor wil ik jullie gewoon eventjes gaan bedanken. Ik wil jullie bedanken voor al jullie duimpjes omhoog. Ik wil jullie bedanken voor al jullie duimpjes omlaag. Voor al jullie tips en tricks. Voor al jullie comments gewoon van, Jan, ga zo door. Jan, het zijn echt vette complays die je uploadt. Daarvoor wil ik jullie gewoon eventjes allemaal bedanken. En er hebben gewoon 6670 mensen op mij geabonneerd. Die hebben allemaal op die abonneerknop gedrukt op mijn kanaal. Omdat ze mijn video's leuk vinden. En dat is dus ook gewoon echt superveel. 6670 subscribers is echt een enorm hoog getal. En daar ben ik gewoon super blij mee. Toen ik 1000 subscribers had, dat weet ik nog wel, toen dacht ik echt zo van, holy fuck, ik heb 1000 subscribers, wat de heck, wat moet ik nu doen, 1000 subscribers, ik ga je speciaal uploaden. En nu heb ik er 7670 en ik moet nog veel meer speciale video's gaan doen, want ik moet er voor de 3000 subscribers een speciale video doen, 4000, 5000, 6000 en binnenkort ook alweer de 7000. Dus ik ga waarschijnlijk in deze vakantie eventjes een parodie maken en een 24 uur livestream zal waarschijnlijk in de zomervakantie komen voor de mensen die dan nog wilden weten. Maar dat is eigenlijk eventjes het bedankstukje. Ik kan wel gewoon 5 minuten lang eigenlijk jullie gaan bedanken van, ja, bedankt voor alle duimpjes omhoog, maar ik kan ook gewoon een giveaway gaan doen om mij bedankt eigenlijk te uiten. Want ik heb gisteren 2 controllers besteld, ik heb een roze controller besteld en ik heb een Urban controller gespeeld en een van die controllers ga ik weggeven. En als je nou gewoon kans wil maken op die PlayStation 3 wireless DualShock 3 controller of weet ik hoe ze die dingen noemen, like dan deze video eventjes en laat ook een comment achter waarom je deze controller wil winnen. Dan stuur ik hem gewoon naar je op en ik kies 1 random iemand uit. Je mag 1 comment per account achterlaten en typ dan gewoon eventjes PlayStation 3 controller, want ik ben cool. Zo, typ gewoon iets leuks, dan kies ik 1 random winnaar uit op random.org met de leukste comment. En laat ze ook eventjes weten of jullie meer facecams willen zien op mijn video's, of jullie meer live commentaries willen zien met facecams, of jullie andere soorten spellen willen gaan zien zoals Dead Space 3, zoals bijvoorbeeld, wat voor spellen hebben we allemaal, GTA 5 die in november of oktober uitkomt, dat hebben ze ook weer verlengd. Eerst was het in mei dat die uitkwam en nu is het echt gewoon 6 maanden later. Ik vind het echt gewoon bullshit dat ze het weer hebben verlengd. Maar waarschijnlijk zal die dan ook gewoon uitkomen op de PlayStation 4. Want die gaat ook ergens dit jaar of volgend jaar uitkomen. Dus waarschijnlijk komt GTA 5 ook meteen op de PlayStation 4. Die ik sowieso gewoon weer ga kopen. Ik ga hem waarschijnlijk niet de eerste maand kopen, maar die maand erna. Want dan is die van 600 euro. Bijvoorbeeld meteen naar 400 euro. Want de eerste maand zijn die dingen altijd veel te duur. En daar heb ik geen geld voor. Want ik bestel namelijk ook altijd controllers voor jullie. Om je te gaan weggeven. Dus mocht je nou gewoon kans willen maken op die controle, geef deze video dan eventjes een duimpje omhoog. Laat ook gewoon weten in de comments waarom je die controle wil winnen. Ik zal waarschijnlijk
Even snel, zal ik dat gewoon gaan doen? Ik heb net mijn kamer schoongemaakt, dus ik kan wel even snel een facecam video. Of een setup video gaan doen. Ik heb net besloten om nog eventjes een setup video na eigenlijk mijn facecam video te doen. Het zal waarschijnlijk een hele snelle setup video worden, want ik ga alleen eventjes door mijn apparatuur heen die ik hier op mijn computer heb staan. Ik ga niet mijn hele kamer laten zien. Hier aan het begin zie je wel eventjes mijn knuffeltje, daarnaast staat nog een ander knuffeltje. Maar dan gaan we meteen doen naar mijn allereerste beeldscherm waar ik eigenlijk alles op doe. Ik neem hier mijn commentaries mee op, ik edit hier mijn commentaries mee en ik speel hier ook gewoon games op. Het is een 23 inch LCD scherm die ik heb gekregen bij mijn vorige computer. Het is een Fujitsu Siemens LCD scherm, mooi 23 inch kwaliteit. Het is gewoon een lekker beeldscherm om op te editen en gewoon om games op te spelen op de computer. Daaronder staat nog eens een Alienware toetsenbord, dan moet ik ook nog eens upgraden naar een wat beter toetsenbord, dat ik gewoon beter kan gaan gamen. Daarop ligt nog mijn Triton AX720 2011 editie, waar ik op dit moment mijn stem mee opneem. Want ik neem hier al ongeveer een jaartje mijn stem mee op, alleen ik moet nog steeds een snowball kopen, een blue snowball. Alleen op het moment dat ik het geld heb, koop ik er meteen eventjes eentje voor jullie, want het is veel makkelijker met opnemen. Maar het komt er vanzelf allemaal aan. Dus hier mijn allereerste beeldscherm. Daarnaast staat nog een ander beeldscherm, die heb ik gekregen in de eerste klas van een vriend van me. Want hij had echt 20 van deze beeldschermen liggen en hij zei van, Jan, je mag wel een hebben. Alleen er zit geen standaard bij, dus daarom heb ik mijn gitaarstandaard gebruikt. Op dit moment staat dit beeldscherm gewoon op mijn gitaarstand. Het is een 19 inch niet breed beeldscherm van, even kijken, van HP. Die heb ik dus gewoon gratis gekregen. Het is een chill beeldscherm om bijvoorbeeld bij je livestreams hier gewoon eventjes je chat open te hebben staan. Om hier bijvoorbeeld andere dingen te open hebben staan. Als je hier op aan het gamen bent, dus hier bijvoorbeeld Skype op. En hier bijvoorbeeld dat je dan aan het gamen bent. Het is gewoon lekker om twee beeldschermen te hebben. Ik ga deze ook nog een keertje upgraden naar een ander 23 inch beeldscherm, dat die hier ook bij past. Want alles in mijn kamer is eigenlijk zwart en je ziet dat dat beeldscherm die ernaast staat gewoon wit is. Maar dat is dus eigenlijk mijn computer. Hier nog een boxje van Sweeks en hier nog een ander boxje van Sweeks. Daarachter staat nog een subwoofer van ongeveer 100 watt denk ik. Dus daar kan je wel lekker mee pompen, lekker muziek mee opzetten. Hier staat nog een beeldje van mijn opa, dat ga ik niet helemaal behandelen met jullie. Hier staat mijn Alienware computer, dit is echt gewoon een base computer zoals je kan zien. Mooie blauwe verlichting erop, de voorkant lijkt op een soort van trein die gaat rijden met een mooi Alienware hoofdje erop. Hier aan de bovenkant staat hij ook nog open voor de ventilatie, zodat hij gewoon goed kan ventilateren, weet ik hoe je dat noemt. Geen flauw idee, zodat er gewoon goed lucht doorheen kan stromen, zodat hij niet echt te heet wordt. Ik denk dat hij ongeveer gemiddeld ongeveer 27 graden is. En op het moment dat hij 50 graden haalt, dan gaat hij ook gewoon automatisch uit. Want dan denkt hij, ah, het is te heet. Hier staat nog mijn Guitar Hero gitaar, zoals je kan zien. Daar hangt nog een leuk beertje, poppetje. En dan gaan we eventjes door naar mijn tv. Je ziet mij in de achtergrond nog eventjes snel leuk praten. Aan mijn plafond hangen beide ook nog posters, zoals je kan zien. Daar is mijn lamp en daar is mijn andere poster. En daar is, wat is dat? Daar is mijn pet. En mijn oor. Mijn oor. Oké, maar hier is mijn tv zoals je kan zien. Het is een 42 inch LCD tv van Sony. En het is gewoon een lekker beeldschermpje om op te gamen. Ik heb ongeveer altijd deze afstand als ik ga gamen. Ik moet even kijken om het goed in beeld te krijgen. Zo, staat hij goed in beeld. En het is gewoon een lekker tv'tje om op te gamen. 42 inch en er staat nog op een standaardje ook. Daaronder zie je mijn HD PVR. Daarachter nog een boxje van mijn surround sound. En daar ligt mijn controller. Mijn kapotte controller die ik vorige keer op de grond had gegooid. Even kijken of ik hem kan pakken. Deze controller had ik vorige keer op de grond gegooid. Maar ik heb dus een nieuwe controller gekocht. Mocht je nou kans willen maken om ook controle te winnen, is het enige wat je moet doen. Even deze video liken. Maar daaronder staat nog mijn PlayStation 3 Slim 320 GB. En daarnaast ligt nog eens mijn Triton adaptertje waar ik het geluid mee kan instellen, waar ik mijn surround sound mee kan instellen. En daar staan nog een heleboel spellen. Het is echt ongeveer 10% van mijn collectie van spellen, want boven liggen echt denk ik nog in totaal 60 andere PlayStation spellen. Maar dat was zo'n beetje wel mijn setup video. Mocht je nou kans willen maken om die controle te winnen, is het enige wat je moet doen, eventjes deze video liken. En dan zie ik jullie gewoon weer bij het volgende commentaar, jongens. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.